Ja, zo'n 2 weken geleden, op zondagmiddag, ik weet het nog goed, ik zat bij mijn oma. Ik was daar immers al 2 maanden niet meer geweest, vanwege de corona natuurlijk. Toen kreeg ik een mailtje van een man en daar raakte ik best wel van ontroerd. En wat was dat dan? Nou ja, goed, even heel kort aan te geven. Die beste man die heeft een zoontje wat vandaag 5 jaar oud wordt. En nou is het zo dat die jongen, dat kleine manneke, is helemaal fan van Stipt. En kijkt dus iedere dag video's over mij en over mijn bedrijf. Ik heb zelf een zoontje van 3 en een zoontje van 1. Dus daar kan ik je eerlijk zeggen, dat komt best wel binnen. En toen dacht ik van, jemig, wat moet ik daar nou weer mee? Dat dacht ik echt. Ik denk, wat moet ik ermee? Dus ja, zomaar afdoen met een kaartje, ja, dat wilde ik niet. Dus toen ik maandagochtend op de zaak was, heb ik die man direct geantwoord. En ik heb tegen hem gezegd van, joh, hij wordt 5 juni 5 jaar, dat valt op een vrijdag. Is het misschien niet leuk dat we gewoon eens langskomen en dat ik iets meeneem voor hem? Want ja, ook voor mij is daar natuurlijk wel echt iets, hè, als nogmaals een kind van 5 jaar zo'n fan van je is. Dus ja, we zitten nu in de auto richting Klazinaveen. 212 kilometer vanaf de zaak. Dus ik ben reuze benieuwd wat het allemaal teweeg gaat brengen. God, even netjes uitstappen natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat ze hebben. Ja, ik denk iets van een bestuurbaar autootje. Maar we gaan eens even kijken. Zo. Ja, wat moet je dan doen, hè? Manneke wordt 5. Dat is voor mij natuurlijk zelf ook wel spannend. Ik weet ook niet wat ik moet kopen. Natuurlijk wel iets met een auto. En ik weet zelf dat ik vroeger vond ik een bestuurbare auto altijd leuk. Hoe heet dat merk toen ook alweer? Nikon of Nico? Dan had je zo'n mooie Ford F-150. Ja, Ford. Daar heb je het weer. Nou, hier staan wel wat bestuurbare auto's. Kijk, dit hadden wij in onze tijd niet, hè? Al die hot rods. Hij zou eigenlijk net iets groter moeten zijn, hè? Zou eigenlijk net een maatje... En dit dan bijvoorbeeld. Dit is wel net iets groter. Zit er ook een afstandsbediening bij? Ja, er zit ook een afstandsbediening bij. Dan denk ik dat we gewoon zoiets doen. Dit ziet er wel leuk uit. Zo, goedemorgen. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Nou, een hele fijne dag. Werkt ze nog vandaag? Ja, komt goed. En wellicht tot de volgende keer. Oké. Doei, doei. Nou, toch maar eens even een broodje eten. Altijd hetzelfde liedje natuurlijk, 's ochtends. Oh, eten. Waar is die ingang ergens? Weet jij dat, Rob? Ik denk daar ergens of zo dan. Deze is dicht. Kan wel, ja. Wat zal, wacht even, ik vraag het even. Kunnen we hier ook iets eten? Ze zijn bang van mij. Ja, die zijn bang van jou, Rob. Kijk, ze willen niet op beeld. Moeten we er hier in? Ja, ga je gang. Leuk is dat, hè? Mensen, geloof me, mensen schrikken altijd van een camera. Moet ik af en toe wel een beetje mee opletten, maar het wekt soms wel hele leuke beelden op. Nou, we gaan gewoon even verder rijden en dan zien we het wel. Nou, dan gaan we weer gewoon even naar het volgende station. Dat is ook erg eigenlijk, hè, dat je gewoon langs de weg zit. Pling, kijk, Ruiter sproeien vloeistof op. Ja, de volgende keer maar even bijvullen. Moet je nagaan. En die verkopen we tegenwoordig zelf. En zelf zit ik met een lege ruitsproeitank. Te gek, hè? Is niet goed. Poging 2. We gaan eens even kijken. Zo, lekker hè, zo'n heerlijke vette Bami. Hij is wel hard, zie je. Normaal, als hij echt lekker is, dan is hij zo lekker sompig, weet je wel. Nou Rob, ik heb voor jou ook nog iets meegenomen. Kijk eens. Ah, wel lief. Mooi groen. Dankjewel.
Sta je nou echt te filmen? Ja. Echt waar? Mijn god. Nou, we zijn er hoor. Klesina Veen. De vader heeft me overigens wel verteld dat hij het niet weet. Hij weet het echt niet. Nou ja, je weet niet hoe dat kinderen reageren, dus we gaan het zien. Zo, nou. Hi. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar Sven. Ja, dat ben ik, ja. Wat leuk. We komen eventjes binnen als u dat goed vindt, hoor. Hallo. Geweldig. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ik ben nooit zenuwachtig, maar dit is... Ja, leuk. Ja, dat klopt, ja. Ja, geweldig. Fabrieksnieuw gemaakt. Fabrieksnieuw gemaakt, hè, jongen. Ja. Leuk, hè? Ook de bodem, of de bodem niet? Ja. En dit is een... Mag ik eens kijken? Porsche. Dat is een Porsche, ja. Een 911. Heel goed. Ja, en ik zag ook filmpjes van jou. Ja, dat klopt. Deze hebben we ook een keer opgenomen. Hm. En dit was ook een... Kijk, even kijken. Kijk, hier hadden we nog een prijs gewonnen. Omdat de auto fabrieksnieuw was. Ja. Kijk, deze is ook heel gaaf. Ja. Wat is dat voor een auto? Mercedes. Een Mercedes Evo 2, heel goed. Hij heeft er echt verstand van, hoor. Maar hoe is dat, als ik dan vragen mag, vader ook helemaal autogek? Of, Autogek. In zoverre, hij heeft zichzelf ergens helemaal aangeleerd. Ik heb hem niet gepusht. Ja, dat is toen ik dat las ook, denk ik van jeetje mina, hoe kan het, hè? Hij heeft zichzelf gewoon aangeleerd, hoor. Al hoe kan het? Werken. En dat begint nou met de modellen. Dus hij zegt ook niet van, er rijdt een Renault op. Nee, dat is een Renault Captur. Of nee, een fout model. Of een, ja. Een Captur of een... Ja, dat is echt... Ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. Dus daarom dacht ik ook van, ja, dan wil ik gewoon heel even langs. Ja. Ik heb voor jou ook nog een kleinigheidje meegenomen, Sven. Dank je. Dan ga ik toch maar even... Dan ga ik dat heel eventjes pakken. Dan loop ik heel eventjes terug naar de auto, hoor. Ik heb voor de vader des huizes ook nog een kleinigheidje meegenomen. Voor de nieuwe Volkswagen Touran. Ja, ik zal het. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, Sven, ik mag auto wassen. Kijk, Sven, alsjeblieft, jongen. Dank je. Daar hebben we hem. Wauw. Dat is een mooie. Dat is een bestuurbare auto, dus daar kun je mooi buiten lekker mee gaan rijden. En hij is nog nieuw. Dus hij hoeft niet fabrieksnieuw gemaakt te worden. Je hebt ook deze nog. Laat eens kijken. Ja, de Fiat 500. Ja. Hoe maak je al die fabrieksnieuw? Dat is helemaal fabrieksnieuw. Hoe maak je nou je auto's helemaal fabrieksnieuw? Hoe dat ik dat doe? Ja, hoe dat ik dat doe, dat is eigenlijk bij iedere auto verschillend. Maar de basis is denk ik wel dat we ieder onderdeel wat op een auto vastgeschroefd zit, ja, dat we dat helemaal nieuw maken, zelf. Ja. En jullie hebben ook weer een Tesla binnengekregen. Een Tesla? Ja. Een Tesla, ja, dat is al... dat is al enige... Enige tijd geleden, ja, maar dat is weer een elektrische auto. Ja. Alleen met een accu. Ja, met varianten en opties. Nog een auto hebben we ook opbergvakjes. Ja, opbergvakjes. Hey, en als ik bij ons in de auto wil, wat moest er dan in de auto? Een plasticje. Een plasticje, heel goed. Ja. Je hebt ook weer voor het Focus RS. Ja, dat klopt. Ja. En wat voor kleur? Groen. Groen, want die staat bij ons achter het glas. Ja, en al die dingen in de stijger ook terug. Alle jaren in de tijd gaan elke keer terug. Dat klopt, dat is heel erg goed wat hij nu zegt. Omdat ik in heel veel video's zeg ik,
van mensen die in een auto stappen, die gaan letterlijk terug in de tijd. Ja. En dat is hetgene wat hij nu zegt. Ja. Oh, een Volvo. Ja, ik hou van een Volvo. Dat is een V70, hè? Ja. Ja. De ideale gezinsauto. Ja. Dankjewel voor deze uitnodiging. Ja. Ja, geen dank, jongen. We vonden het heel leuk, echt, oprecht. Dankjewel voor het lekkere eten. Ja, graag gedaan. Nou, ja, geen dank. Zonde, ja. Ja, dank u wel. Doei, doei. Doei. Nou, zullen we elkaar nog geen handje geven? Doe het even zo. Bedankt. Ik ga er lekker van genieten. Ja, een box. Zo. Oh, boom. En dan zeg je, dank je wel. Dank je wel, Rick. Geen dank, Sven. Ik vond het echt, echt heel leuk. Ja. Goeie reis. Dank je wel. Doei, Sven. Bedankt. Doei, doei. Bedankt, hè. Doei, doei. Het zijn voor mij zoveel indrukken. Jezus Christus. Ja, eigenlijk moet je dit helemaal niet filmen, hè. Oh. Ja, dat komt denk ik puur. Sorry, hoor. Omdat ik zelf natuurlijk ook kinderen heb. En die helaas niet bij mij in huis wonen. Maar goed. Fijn dat hij het leuk vond. En vooral ook wel bijzonder om te zien dat iemand van die leeftijd zo'n hoge bewustzijnsgraad heeft, denk ik. Ik denk dat dat wel het meest indrukwekkende was. Maar goed, we gaan weer richting Vught. Nog even lekker 2 uurtjes rust. En dan kunnen we de werkkleding weer aan gaan doen. En dan gaan we weer lekker aan de bak. Dus ja. Het is nog 213 kilometer nu. En dan gaat het leven gewoon door. Gaan we weer auto's nieuw maken. Want we worden er toch vrolijk van.